Hoi en welkom bij Hotpot Shop. Mijn naam is Ilja en vandaag ga ik laten zien wat je allemaal kunt doen met glasverf. Glasverf is eigenlijk niet veel meer dan glasfrit met een bindmiddel wat tijdens het fusen oplost. Wat maakt dat je heel gedetailleerd kunt schilderen zeg maar, op glas. De dingen die we vandaag nodig hebben noem ik heel even op. We hebben het vandaag heel gezellig gemaakt met een kaarsje. Want we gaan werken met glasverf en een klein stukje stringer. Wat hebben we nodig? We hebben vandaag de kleuren groen, blauw, geel en oranje glasverf. We hebben vandaag nodig twee plaatjes doorzichtig. Die eigenlijk het onderste laagje, bovenste is ietsjes groter dan het onderste laagje. Dat is heel gebruikelijk. Hotpot natuurlijk, we gebruiken de kleine vandaag. Een oude schroevendraaier, wanneer je werkt met stringers is het handig om die vorm te geven met een oude schroevendraaier, zodat je er niet met de hand aan hoeft te zitten, want het wordt heel heet. Een kwastje en een papiertje en een pincet voor eventueel wat detailwerk. Ik ga vandaag direct werken op het glasplaatje op de hotpot, omdat de glasverf, als het eventueel iets uitloopt, kan ik met een luciferetje of iets anders even een beetje weghalen. En dan is het weer netjes. De glasverf zit in een plastic verpakking. En ik heb even de rode verf die ik vandaag niet gebruik erbij gehaald om te laten zien dat als het lang in de verpakking zit en het laat liggen, dat het dus een beetje blijft zitten aan de onderkant. Daarom voordat je het gebruikt, het erg goed moeten schudden en een beetje kloppen, zodat het helemaal zacht wordt en het kunt gebruiken als glasverf. Dat heb ik al gedaan met de soorten die ik hier heb en die ik vandaag ga gebruiken. Wat leuk is om het glasverf te proberen, naast wat we vandaag gaan doen, is een moederdaghanger, een bosje bloemen zeg maar, of een weiland met een paar bloemen, is schrijven. En zoals bijvoorbeeld op deze manier, hotpotshop.nl, volg ons, Twitter, Facebook. Maar vandaag ga ik schilderen met glasverf. We beginnen even met de kleur geel. Ik schud nog heel eventjes voordat ik gebruik, want ik wil namelijk de bloemetjes geel laten zijn en die moet ik even laten drogen, omdat ik in de bloem een oranje puntje wil maken. Glasverf droogt vrij snel. Je ziet dat wanneer het aanbrengt, glimt het nog. Wanneer het wat droger is, begint het matter van kleur te worden. Dat is het verschil waarin je kunt zien dat de glasverf aan droog is. En omdat ik in de kleur wil gaan werken en niet wil dat het helemaal opneemt, wil ik het gele eerst aanbrengen. Dus ik breng eerst de gele bloemetjes aan. Dan ga ik een stukje van de stringer laten zien die ik ga gebruiken als steeltjes voor de bloemetjes. Nou, we hebben hier de verfstift. Ik check eventjes een beetje puntje schoonmaken met een doekje. Nou, dan zet ik gewoon heel eenvoudig 2, 3, 4 hele kleine blaadjes. Hier ook de bloemblaadjes. Ik moet er nog een beetje bewerken. Hier ook nog eentje. Zodat ze een beetje uitlopen naar buiten toe. Zo. Deze weer topje erop, zodat hij goed blijft. Goed de dopper altijd opdraaien en droog bewaren. Dan nu even aan de slag terwijl dat gele verf droogt met de stringer. Want daar gaan we de kleine deeltjes van maken waar de bloem op staat, zeg maar. Dus de bloemsteeltjes. Daar heb ik eigenlijk niet veel meer nodig. Ik vind een rechte stringer niet zo mooi op een afbeelding waar je bloemen ziet. Want dan eigenlijk is in de natuur nooit iets perfect 100% recht volgens mij. Dus we buigen hem een beetje. En dat doen we door de stringer boven de vlam te houden. En dit is een 1 mm stringer, groen. Zoals u ziet wordt die tijdens het houden in de vlam ook zwart van het roet. Maar dat maakt niet uit, want dat wordt er gewoon, dat gaat er af tijdens het fusen. En eigenlijk doe ik niet veel meer dan een klein beetje druk zetten. Zo. Nou, nu hebben we een buigentje in de stringer. Die leg ik even weg, want die is nu heel heet. Dus die raken we even niet aan. Stringer is wat mij betreft klaar. We hebben maar hele kleine bloemetjes, dus we hebben maar een heel klein beetje stringer nodig. Kaarsje uit. Nou, even kijken. We hebben dus 3 bloemetjes geplaatst. Ik wil wat lucht hebben, dat is blauw. Dus die ga ik bovenaan brengen. Nog weer even goed schudden. Ik doe niet helemaal, want dat vind ik niet zo heel erg leuk. Maar gewoon meer dat er een blauw deel bovenaan het glasplaatje zit. Nou, schuift een beetje, dus niet erg. En dan hebben we nog groen. Natuurlijk moet de
onderkant groen zijn. Je brengt het heel makkelijk aan. Test eerst even een beetje. Kijk, nu loopt er eentje richting het geel van de bloem. Dat is ook niet zo heel erg. Kijk even of de compositie zo naar je zin is. En dan hebben we nog oranje. Maar de gele bloemen zijn nog niet helemaal. Het is nog een beetje vochtig. Dus ik ga nog heel even verder met de stringer. Die is nu inmiddels wel afgekoeld. En die kun je gewoon met de hand breken. Dus dat doe ik even. Ik krijg er wel vieze handen van. Maar goed, dan straks even handen wassen. Dan is er niks aan de hand. Zo, 1 mm stringer. Groen. Een paar kleine stukjes, zodat ik die straks kan aanbrengen in het schilderijtje. En hier. Even kijken of ik die kan breken ook. Als het niet lukt, dan pakken we er gewoon een klein tangetje bij om te breken. Of een knippertje. Hop. Nou, 3 stukjes stringen. Zodra de verf helemaal droog is, brengen we die aan. Met een beetje Elmer glue zetten we dat dan vast voor het fusen. We gaan even wachten tot het gele deel van de verf droog is, zodat we daarin de oranje puntjes kunnen aanbrengen. Zo, we hebben even gewacht tot het een beetje droog is. En dat zie je dus dat wat verf een beetje een matte kleur heeft gekregen. Nu durf ik de oranje stipjes wel aan te brengen op de bloemen. En ook de stringer te bevestigen met een klein beetje Elmer glue. Laat even zien hoe we verder gaan. We gaan 3 kleine stipjes aanbrengen. Een beetje detailwerk. Nou, het tuitje daarvoor wat sowieso al geleverd wordt bij de verf is daar prima voor. Dus ik werk gewoon direct uit het tubetje. Nou, daar gaan we. Een klein druppeltje. In ieder bloemetje. Zo. Even schoonmaken. Topje er stevig op aanbrengen. En dit leggen we even weg. Dan gaan we de stringer neerleggen op de plekken waar we denken dat het leuk uitziet. Dat doen we vastzetten even met wat Elmer glue, zodat het tijdens het fusen in ieder geval niet verschuift. Dat betekent dat het zo meteen naast die lijm of die verf die ik net heb aangebracht ook de lijm even moet drogen. Nou, ik heb maar een heel klein beetje nodig. Het is een beetje detailwerk ook weer en daarom heb ik een pincet gepakt. Maar je kunt ook gewoon de stringer, een wat langer stukje stringer zelf gebruiken. Ik breng een heel klein druppeltje Elmer glue aan op het stukje wat ik wil bevestigen. Dus dat eventjes weg. En dan pak ik het geheel met een pincet. Dat is altijd even. En dan ga ik even kijken of ik hem voorzichtig op zijn plek kan krijgen. Ik pak even de andere deel van de stringer, want hij plakt ook aan het pincet. En dan kan ik hem mee omlaag duwen. Zodra hij het verf raakt. En omdat er wat lijm op zit, blijft hij ook zelf zitten. Zo, dat was de eerste. De tweede is ook een klein stukje. Weer een klein druppeltje verf aan de onderkant. Beetpakken met de pincet. Even kijken of we hem gedraaid hebben. Boven het plekje houden waar we hem wil hebben. En voorzichtig omlaag brengen. Zo. Nou. En de laatste hebben we hier. En er zit nog een beetje lijm op mijn pincet, dus dat gebruik ik dan gewoon. De Elmer glue zal tijdens het fusen gewoon verdwijnen. Je moet alleen niet te veel gebruiken in het glaswerkje. Tijdens het fusen zult u zien dat de verf zelf ook donker wordt. Er zit namelijk een bepaald oplosmiddel in dat net als het fusing en fiber paper tijdens het fusen zal gaan oplossen, zal gaan verbranden. En dat maakt dat u ziet dat het tijdens het fusen zeg maar zwart wordt op een gegeven moment. Nou, ik zet hem nog eventjes zoals ik ze wil hebben. Zo. Deze laat ik ook weer heel even drogen, omdat die dan zitten de stringers in ieder geval goed vast. Dus zodra dat gebeurd is, breng ik een klein beetje Elmer glue aan op het toplaagje wat er overheen komt. Zodat die ook weer vast blijft zitten. En als dat allemaal in zijn geheel, en dat gaat niet zo heel erg lang duren, duurt een kwartiertje ongeveer, gedroogd is, dan gaan we het in de hotpot doen en dan gaat hij in de magnetron in. Dus daar gaan we zo meteen naar kijken. Heel even wachten tot alles droog is.
Zo, alles is droog. Ik heb het toplaagje doorzichtig erop aangebracht. En ook even met dat allemaal glue vastgezet aan de hoekjes. Het gaat er alleen maar even om dat hij niet verschuift als je hem in de magnetron zet. Dus we zijn klaar om hem in de magnetron te doen. En ik laat hem wel even zien hoe die nu is, maar is zo een beeld van. Zet hem in de magnetron op 600 watt. En goed in de gaten houden dat hij niet te ver doorfuse, anders verlies je alle vorm. Dus gaan we eventjes eerst de basis neerzetten. En de deksel er daarna op om te voorkomen dat tijdens het inplaatsen iets verschuift. Kun je goed zien wat er gebeurt. 600 watt. En op 10 minuten. En dan komen we straks weer terug met het resultaat. We zijn klaar. Bijna klaar. We gaan er nu uithalen. Het werkje is full fuse. Nou. Om even kijken hoe die er nu uitziet. Spannend. Ah, kijk eens even. Ik draai hem eventjes naar de camera toe. Laat het niet te lang zien, want het glas moet nog afkoelen. En dat moet even op een veilige plek gebeuren. En met een deksel dicht, totdat hij voldoende is afgekoeld om te verder te verwerken tot een hanger. Dus daar wachten we nog heel eventjes op. En ik zou zeggen, dan zien we het zo nog even het eindresultaat als het afgekoeld is. Stiekem heb ik al eventjes gekeken naar hoe het werkje is gelukt. Ik ben er zelf heel erg tevreden mee. Maar we gaan nu kijken naar het eindresultaat van de glasverf. Kijk, eens eventjes. Echt ontzettend leuk gelukt. Heel gedetailleerd. Nou, we gaan deze even eraf halen, voorzichtig. Hij is ook al afgekoeld. Maak hem even schoon. Een handige tip voor het schoonmaken van glas is om het, als je het eraf haalt, gelijk even met een vochtig papiertje te doen. En ook voor de hotpotbodem heb ik gewoon een klein papiertje en dan dep ik gewoon de onderste laag eraf. Dan komt er ook geen poeder en zo door de kamer heen. Nou, hotpot apart. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik ga straks een van deze bails gebruiken om aan de achterkant te bevestigen. En dan heb ik echt een ontzettend leuk cadeautje voor mijn moeder. Of misschien mijn schoonmoeder. Of misschien maak ik er gewoon wel een paar. Een heel schattig klein landschapje. Nou, ik zou zeggen, volg ons op Twitter, Facebook en dit YouTube kanaal. Want als u abonneert op het YouTube kanaal, dan krijgt u gelijk ook alle meldingen wanneer we nieuwe filmpjes plaatsen. Ik zou zeggen, heel veel plezier met fusen en tot de volgende keer.